Ze hebben hier bij KFC Herent hun eigen Megatobi. Megatobi, wie ben jij precies? Ja, ik ben Tobi, ik ben 26 jaar, ik kom van Tienen en het is mijn eerste jaar in Herent. Ja, de bekende Tienenaar dan. Je hebt ook je opleiding gehad bij KVK en zelfs speelminuten in de eerste ploeg, hè? Ja, ik ben begonnen in Tienen, ben ik doorgegaan naar Sint-Truiden, dan terug tussensprongsken in Tienen voor dan OHL te doen. Dan terug naar Tienen, daar dan doorgeraakt tot eerste ploeg. Dan naar Wijchmaal, van Wijchmaal naar Linden en zo hier terechtgekomen. Ja, mijn interview gaat trouwens door met Tobi Tietz. En Tobi Tietz staat waar op het veld? Ik ben een middenvelder. Verdedigend of aanvallend? Meer verdedigend. Ja. En wat zijn de grote sterktes van Tobi? Ik heb graag bal aan voet en wil graag wel niet bepaalde bepalende pas geven, maar wel het spel verdelen en zorgen dat het spel vooruit gaat. Van waar de keuze voor Herent, Tobi? Ja, ik had contact met een trainer, hier komen praten, ik had er eigenlijk een heel goed gevoel. En dan eigenlijk de sprong gewaagd voor hier te komen spelen. Jullie kenden elkaar vanuit het verleden ook, als ik me niet vergis. Hij was trainer in OHL van de jeugd, ik heb hem zelf niet gehad, maar hij was altijd een trainer van een reeks lager. En hoe valt zijn manier van werken nu mee tijdens de eerste maanden? Heel goed, het is aangenaam. Het is een heel andere werking als de voorbije trainers, zowel in Linden als de andere jaren in de andere clubs. Maar ik moet zeggen, elke trainer heeft zijn eigen visie en ik vind het wel goed. Wat zijn de sterke punten dan van Herent als je kijkt naar de ploeg en ja, tot dusver in het seizoen? Ik denk dat wij een heel hechte ploeg zijn, een hele vriendengroep. En ik denk dat dat wel een heel sterk punt is bij ons, dat, niet echt, dat je geen groepjes hebt, maar dat we één geheel vormen. Ja, ik heb ook vernomen van de trainer en vorige keer van de voorzitter dat hier in Herent zijn het veel jongens van Herent ook. Dus ik veronderstel inderdaad dat dat het groepsgevoel alleen ten goede komt. Hè. Ja, absoluut. Ik denk dat 80% of 90% van de ploeg uit Herent zelf komt. En dan 4, 5 spelers, misschien 6 uit omstreken. Maar al bij al, ik ben direct in een warme groep terechtgekomen. Ze hebben me direct goed meegenomen in de groep. Het is niet dat ik als buitenstaander apart werd gezet. Het was plezant. Ja, dat kan als sympathieke Tienenaar niet anders zijn. Hè. Ja, dank je. Tobi, op de hoeveelste plaats staat Herent dit seizoen momenteel? En is dat eigenlijk de plaats waar dat jij verwacht had dat de ploeg zou staan? We staan momenteel 9e. En ik denk wel dat de ambities iets hoger liggen. We hebben niet gezegd we moeten top 5 spelen, maar wel hopelijk een goede middenmotor, linkerkolom. En we zullen zien waar we gaan stranden. Het is een heel moeilijk jaar. Heel veel goede ploegen. We hebben niet echt in deze reeks kunnen zeggen dat zijn de zwakke, dat zijn de topploegen. Iedereen kan van iedereen winnen, dus het zal een bikkelend jaar worden. Maar de uitslagen tot dusver zijn volgens u wel correct geweest? Hier en daar misschien puntje gestolen, puntje weggegeven. Ik denk dat dat standaard is in het voetbal. Is het positief? Ja, de eerste match winnen we. Was het verdiend? Niet echt. De volgende matchen verdienden we misschien meer, haalden we geen punten. En nu hebben we 6-6, dus we mogen niet klagen. Ja, je was er afgelopen weekend zelf niet bij. Dan wordt het misschien moeilijk om je dit weekend in de ploeg te knokken. Want ja, ze zijn aan een winnende flow. Of ze zitten in een winnende flow hier bij Herent. Dus ja, dan is dat altijd iets moeilijker. Ja, het wordt sowieso op training bewijzen en dan zien welke keuze dat een trainer maakt. Stelt hij mij op, ja, ga ik me bewijzen op het plein. Stelt hij mij niet op, dan moet ik me bewijzen als ik inval. Dat is standaard als voetballer, denk ik. Waar hoop jij zelf nog op dit seizoen, Tobi? God, dat we mee kunnen draaien in de top 8. Dat we toch wel iets kunnen betekenen in de eerste provinciale en dat we nog een heel tof seizoen tegemoet gaan. En wat betekent dat beginnend dit weekend een goed seizoen tegemoet gaan winnen van Wijchmaal? Laat ons hopen. Het zal in ieder geval terug een moeilijke match worden, maar het is te hopen dat we daar ook een puntje of meer kunnen meepakken. Okay. Dan wens ik je alvast heel erg veel succes richting dit weekend en ja, ook richting de loop van de rest van het seizoen natuurlijk. Goed, dankjewel.